Sinds Curaçao de grenzen weer geopend heeft voor toeristen, komen de eerste vakantiegangers weer naar het zonnige eiland. Maar wat kun je als toerist verwachten? En hoe gaat het eiland om met de coronamaatregelen? Een dag of drie nu. 3 dagen, ja. Lekker. Ja, bevalt het? Nou, eigenlijk zeker op het strand, heerlijk. Ja, wat is nou het grootste verschil tussen hier en Nederland op dit moment? Merk dat het hier allemaal wat rustiger is en er lijkt wat minder paniek te zijn. Omdat het hier ook niet echt is uitgebroken nog, zeg maar. Dus je hebt minder overal mondkappen en het is nog iets meer menselijk. Ja. Heb je getwijfeld ook om toch op vakantie te gaan? Ja, eerst wel. Maar omdat Curaçao nu toch open bleef voor Nederlanders en we weten dat we negatief getest zijn voordat we hierheen kwamen, hadden we zoiets van nou, laten we het gewoon proberen. Jullie hebben al lang geleden geboekt. Ja, klopt. Voor de coronacrisis. Als jullie een keuze hadden, had je dacht ervoor gekozen om misschien niet te komen? Ik denk dat we dan hadden gekozen om niet te gaan. Omdat er toch wel wat gedoe was met inderdaad PCR-test, formulieren invullen. Dus dan had ik er denk ik voor gekozen om niet te gaan. En nu je hier eenmaal bent, denk je, nou het valt eigenlijk allemaal wel mee? Hier valt het allemaal reuze mee. Hier merk je eigenlijk helemaal niks. Ja, nee, eigenlijk niks. De vakantiegangers zelf proberen zich ook zoveel mogelijk aan de lokale maatregelen te houden. Zeker nu er op het eiland ook een lokale besmetting is geconstateerd. Nou, de vorige keer dat ik hier was, was niet zo heel lang geleden. Toen had ik mij voorgenomen om mensen geen handen te geven en niet omhelzen. Maar dat lukt op een vliegveld al niet. Dus ik denk. Maar misschien moet ik hem wel een beetje meer afstand houden, ja. Nou ja, voor nu weten we gewoon nog niet waar we aan toe zijn. Het scheelt, wij zitten gewoon in een huis hier met gewoon een keuken en zo. Dus ja, mochten alle terrassen dicht zijn, weet je, dat is jammer. Maar het is ook niet het ergste, gezondheid voorop. Dus ja, dan koken we thuis en dan zorgen we, ik ben hier wel bekend, dus dan zorgen we dat we gewoon een beetje naar afgelegen stukjes gaan met niet massa toerisme. Ja, en gewoon luisteren naar de overheid, ja, meer kan je niet doen.